krijg die partij van uh, Zalala aangeboden en ik denk, ah oh, leuke jongen, ik pak hem. En terwijl ik bij mezelf denk, oh jij mag echt niet zo denken vriend. Was het een optie voor jou om in Parijs of Manchester te vechten? Ja, uh, de optie was er zeker om in Manchester te vechten. Je hebt veel geld verdiend, maar het, veel weg. er gaat veel weg. Dat is een ding wat zeker is. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben, uh, ik ben financieel... Uh, het laatste jaar gewoon, heb ik zo fucked up gezeten. Waar ik nu heel erg mijn ogen op uit heb, is uh, op, op een volgend contract. Zou het kunnen zijn dat ik na 10 augustus uh, weer mijn hand uit de mouwen moet gaan steken en dat ik uh, een, een baantje moet gaan nemen. Dus... Kunnen we ergens nog rapfilmpjes van jou vinden? Heb je nog ooit Nee, uh, ik, heb, ik, ik, ik ben ooit eens een keer uh, heb ik eens een rap clip gemaakt. En, uh, <laughs> Ik kwam achter erachter dat jij die Fire of the Night had gepakt. Kan je dat moment met ons uh, delen? Uh, ja, dat was eigenlijk wel super vet. Yeah. Boy, hard. Is yes, welkom bij in een nieuwe aflevering van Buitenkooi, de MMA-podcast van Nederland. We zitten in het mooie Heerlen bij uh, Jarno bij Ernst thuis. Uh, het is 60 weken geleden dat we de eerste aflevering hebben opgenomen met Jarno. Uh, met uh, het is nog steeds de derde best bekeken aflevering van Buiten de Kooi. Uh, of wij zijn niet gegroeid, of Jarno uh, <laughs> doet het gewoon heel goed. Uh, maar uh, hij was een van de eerste gasten, oh, hij was de eerste gast die in ons geloofde, ons een kans gaf. Uh, nu zijn we ruim een jaar verder en we zitten, we zitten nog een keer met Jarno. Nu na een win, ja. uh, mooie tijd. Uh, je hebt een nieuw gevecht ook aangekondigd. Uh, maar laten we beginnen met hoe, hoe is het met je? Goed, goed. alles gaat, uh, gaat lekker natuurlijk. Uh, als je hebt gevochten en natuurlijk een winst pakt... Uh, voelt het leven sowieso wel wat zachter aan dan uh, van tevoren. Dus uh, al goed. Ja. In, 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 training, uh, in trainingen gaat het goed. Uh, in het persoonlijk leven gaat het goed. Uh, hopelijk kan ik dit zo lang mogelijk vasthouden. Mooi, ja, we wel weer een mooie te zitten. Zoals uh, Armin zegt, ik was onze eerste gast ooit, aflevering 8. En ik uh, ben ja, wel, wel, wel blij dat we die aflevering hebben gedaan. Ook daardoor zijn we ook echt gegroeid. En mm. we hebben echt gemerkt van die aflevering heeft ons echt uh, veel gedaan. En dus sowieso, thanks daarvoor. Jullie bedankt voor jullie komst. Aan ja, nu weer. Maar, graag gedaan. Maar uh, dat helpt ook echt met uh, bijvoorbeeld mensen roepen vaak: Emma uh, in Nederland moet groeien, moet groeien. Wij ja. twee komen met een initiatief. Uh, we willen deze, deze sport groeien in Nederland. Soms krijgen we ook wel eens te horen van uh, andere Nederlands versen van ja, jullie zijn nog niet interessant genoeg. Dit, dat. En dat vind ik wel mooi dat jij gewoon denkt: fuck it, ik ga daar gewoon zitten met die boys. En nu zitten we hier met natuurlijk veel betere apparatuur. Toen kwamen met de fucking telefoon. Alles geleden. In de gym. Maar heel eerlijk, als je wil groeien, dan moet je ook elkaar supporten. Kijk, als, als Nederland, als MMA land wil groeien, kun je elkaar, moet je elkaar supporten. Ook wanneer het. Is of wat dan ook, of je, wanneer je nog niet bent, of wat dan ook. Ik snap dat uh, sommige mensen bepaalde dingen afwijzen, maar uh, je moet een beetje in het algemeen denken in plaats van jezelf, als je de sport in Nederland wil laten groeien, toch? Ja, eerlijk, gezegd, eerlijk gezegd is het op een gegeven moment ook wel... Uh, als ik kijk een jaar geleden en je had gezegd... ja, jullie zijn nog niet groot genoeg. of uh, Dat kan ik nog ergens, kan ik hem plaatsen. We zijn nu een jaar verder, iets meer dan een jaar verder... Als je kijkt naar de gastenlijst van buiten de kooi, hier staat hij voor ons. Ja, dat zijn toch gasten waarvan ik denk: Ja, dit zitten een paar tussen. Als die nee hadden gezegd, had ik gezegd: Ik snap je 100% maar Dat heb je altijd. Maar de eerste gast, ooit oh, blijft nog steeds. Ja, yeah, yeah, yeah. dat is yeah. Het yeah. Ook, ja. nu maar, deel 2. En toen was het ook toen uh, ja, ook al veel groei meegemaakt met vergeleken toen. Want toen werkte je nog, is ik nog toch? Ja, klopt. Werken toen woonde je ook nog thuis als het goed is? Ja, toen woonde ik nog thuis. Uh, ja, werken thuis was het nog een heel ander leven natuurlijk. zat ik ook nog iets meer in mijn opslagfase in de UFC dan? Volgens mij had ik toen ook net mijn, uh, mijn UFC werd, ja. gedraaid. Ja, en nu, nu ja, je maakt ook de nodige stappen. Uh, je omringt je, je bent iedere dag aan uh, het zoeken hoe je jezelf kan verbeteren. Niet alleen in de gym, maar ook buiten de gym. Dus ook daar hebben we de nodige stappen gemaakt. En uh, zolang, je maar niet, uh, zolang je maar niet blijft stilstaan. Hij je in ieder geval al beter op weg dan menige andere mens. Absoluut, man. Uh, ja. Ik wil even met je teruggaan naar die uh, partij in Singapore. Man. Want uh, daarvoor wilden we eigenlijk ook al spreken. Maar toen gaf je aan van... Jongens, ik wil niet even focussen op het trainen. Iets, me-, iets minder media doen. Mm -hmm. uh, dus ik ben vooral benieuwd. Hoe, hoe was die voorbereiding naar die partij? En hoe voelde je uh, toen je die partij inging? Ik um, kwam eigenlijk redelijk snel... Uh, ik kwam dus toen uit de blessure tijd. Ik had toen mijn, uh, mijn enkelband uh, gescheurd. En... Ik weet nog toen, uh, ging eigenlijk mijn herstel veel sneller dan, uh, dan gedacht. Um, ook wel een beetje omdat ik die mindset er had van, jongens, het is al lang geleden, ik wil knokken, we gaan ervoor. En op een gegeven moment uh, was ik weer sneller terug in training dan verwacht. En toen uh, hadden we eerst onze ogen op september, oktober toen uh, staan. En toen uh, zei op een gegeven moment mijn coach van... Je mag ook al eerder vechten, want het gaat echt heel goed in de trainingen. Laten we toch misschien maar kijken of het eerder kan. Dus we waren toen in het ogen naar toch september in plaats van oktober. En toen zei uh, een van mijn, of zei, uh, het management van, ik kan een partij voor je regelen. Maar die cellen zijn augustus. Dus we dachten al, oké, okay, we gaan al een stap eerder. En opeens waren we nog een maand eerder. Of ja. misschien. Ja, bijna drie tot vier weken nog, nog eerder. En dat uh, was opeens wel ook een, een switch van oké, okay, we hebben minder lang om ons goed voor te bereiden. Uh, ik denk dat ik er met taal al heel erg goed in stond ik super gretig word. Maar dat was ook misschien in die partij ook wel een beetje mijn valkuil. Uh, juist omdat ik het te graag wilde, ging ik ook te veel risico's nemen, ging ik ook een beetje met uh, de verkeerde insteek knokken. Uh, maar ook gewoon te weinig sparuren gemaakt. Uiteindelijk weet ik nog dat ik vier of vijf weken uh, uit was, toen ik kreeg te horen dat ik moest knokken. Uh, ja, Daar heb ik volgens mij drie keer gespart met Levi Minkenberg. Dus we hebben wel specifiek toen gespart in een kooi, tot ik even die, uh, die, die vibe kon voelen. Maar ik heb toen eigenlijk maar drie of vier keer goed kunnen sparren voor die wedstrijd het waren wel super zware sparrings maar uh, of dat dan genoeg is geweest of wel, wel of niet je weet het natuurlijk nooit want ja uiteindelijk uh, um, wanneer je in de kooi staat kun je nooit niks ontwijken dan de, de, de harde waarheid komt dan altijd boven tafel dus het is mooi aan vechten en uh, uiteindelijk in die kooien uh, komt de waarheid naar voren inderdaad je ja. gaat op slot niemand gaat je redden Nee, nee, precies. En, en ook daar, uh, daar kom je te zien echt hoe graag je het wil. Maar ook wat je ervoor hebt gedaan in je trainingen. Uh, ja, of je gewoon goed bezig bent geweest of niet. En, dat is, en ook dat is weer een momentopname. Want uh, het kan ook zomaar zijn dat het gewoon je dag niet is. En ja, eens, kun je ook geen excuus om binden. Maar je, je kan ook gewoon eens een kutdag hebben. Ja. En als dat net op dat ene moment is, ja, jammer dan. Maar... Dan is het maar zo. Ja, dus uh, die even nog kort over die partij. Je ziet wel gewoon, Ja, je raakt hem goed met die uppercut. Je ziet gewoon, uh, je verliest die partij wel, maar je bent niet per se de, de slechtere vechter, zeg maar. Dat mm. vond ik dan toen ik die partij keek. Dan zei je dan 0-2 in de UFC. Hoe, hoe ging je daarmee om, zeg maar? Van, hoe zorg je ervoor dat je niet mentaal helemaal aan de dip kwam en dacht van fuck, weet je wel? Van, ik, want ik denk wel dat het best een harde tegenslag is. Ja, ik denk dat, dat je dat... Uh, niet altijd uit de weg kan gaan. Um, het leven gaat eenmaal ook met ups and downs en downs en ook in zo'n situatie ja, word je eigenlijk alleen maar down geduwd. Um, ik heb zeker even fucked up gezeten. Um, je zegt je baan op. Uh, je krijgt allemaal nieuwe positieve energie van mensen en je wil ook niet jezelf teleurstellen. Want je hebt altijd een beeld gehad. Je krijgt natuurlijk altijd die mensen die ook nog op op, uh, op een mediaplatform veel over je gaan zeggen van ah, zie je nou wel, zie je nou wel niet, en dit en dat, terwijl je toch ergens trots bent tot je er staat. Maar um, ja, twee, twee verliespartijen gaat je gewoon echt niet in de koude kleren zetten. Mij in ieder geval niet. Een verliespartij al, al helemaal, als ik nu even al terug ben en denk over die partij van, van Choi, dan denk ik, wat de fuck heb ik daar eigenlijk laten liggen? Die partij, als ik er nu over denk wie Choi is, dan denk ik, ik had hem gewoon moeten kunnen verslaan. Dat dat zat erin en dat had ik gekund. En ik weet dat ik dat potentieel heb. Dus dat raakt me eigenlijk wel weer een beetje opnieuw. En ik denk van, fuck, ik heb verloren van zo'n jongen. Waar ik wellicht op een, op een dag dat ik echt goed bezig ben of wat dan ook helemaal niet hoef te verliezen. Nee. Maar goed, dat is, dat is de sport. En uh, uiteindelijk ontkom je dat niet. Ik heb hem verloren. En uh, daar gaan we dus ook geen, uh, geen verhaaltje omheen maken. Maar uh, ja, een periode uh, daarna. Uh, ook omdat je gewoon financieel uh, gewoon kut zit. Uh, je zegt je baan op. Je denkt, oh, bij een winstpartij krijg je ook een verdubbeling van je gage. Je hebt wel sponsoren die je hebben geholpen. Als je alles gaat uithalen is het gewoon net niet. En dan sta je eigenlijk wel op, op het hoogste punt van je carrière. Want je bent in de UFC. Je hebt twee partijen al gehad in de UFC. Um, ja, hoe ga je daarmee om? Ik, ik, ik denk dat het gewoon... Uh, dat je het moet nemen zoals het is, zoals Max Holloway zegt. Het uh, is wat het is, is. En uh, uiteindelijk uh, kun je in de slachtofferrol gaan spelen en jezelf zielig vinden, maar uh, niemand zal een zielig mens gaan supporten. Je zal toch je letterlijk je ballen bij elkaar moeten rapen en, en, en zeggen van nou, ik ga knokken voor wat ik wil en voor wat ik waard ben. En, uh, je moet je gewoon weer in een mindset gaan zetten tot, tot je er weer in gaat geloven. En daar heb ik natuurlijk wel de nodige hulp bij gehad. En, en ook gewoon sommige boeken lezen die. waar misschien kleine zinnetjes in staan, waar je denkt van hé, hey, bang. Dat, dat, dat is weer een zin die, die mij energie geeft voor mijn geloof in mezelf om te zetten. In het geloof wat, wat je zou graag zou willen. Snap je? Dus uh, ja. Um, Proberen veel wijsheid op te doen in periodes dat het down gaat. En uh, uiteindelijk uh, jezelf niet altijd zielig vinden. Want Ja, zielige mensen bereiken de top niet, denk ik dan. En op zo'n moment, als je dan uh, 0 en 2 staat in de UFC, krijg je dan ook geluiden vanuit de UFC van: hé hey, Arno. Uh, vanuit hulp of vanuit het perspectief van hoe jouw toekomst eruit ziet. Of zijn, dat, zijn daar dan ook gesprekken over? Of is het uh, gewoon nee, geen communicatie? Hebt, en... Nee, je hebt vrijwel geen communicatie. De manager uh, zorgt voor dat stukje communicatie. Maar okay. je weet zelf wel hoe het wereldje werkt. Het is gewoon topsport. Uh, topsport is niet presteren opflikkeren. Uh, ja. En dat, je weet ook zelf. Um, je bent niet de eerste vechter in een UFC, dus je kan heel goed al afkijken bij sommige anderen hoe, dat, hoe snel dat kan gaan. Sommige, krijg, sommige mensen krijgen gewoon een vier-fight een vier contract. En wanneer ze er twee verliezen en ze denken er zit geen potentieel in, gooi je ze al eruit. Dus ja. misschien maak je jezelf ook soms op dat moment een beetje gek. Zo van, oh, dit is wat hun denken over mij. En dat zorgt dan ook alweer voor een bepaalde druk bij jezelf. Maar uiteindelijk. Uh, is dat ook wel een beetje realiteit? Want ja, had ik misschien mijn daden verloren, dan had ik misschien niet eens kans gehad om een vierde Dus uh, ja, dat als je een beetje reëel kan nadenken, en, en, en normaal iemand kan wel inkomen, tot wanneer je gewoon twee verlies en, en de daden zou verliezen, tot, tot zie je niet een vierde gunnen. Dus uh, je, de druk wordt wel stilletjes aan hoger, maar echt contact met die UFC zelf daarover heb je niet, maar je weet wel een beetje hoe het uh, hoe dan elkaar steekt. En dan ga je, hè, dan heb je die partij gehad. Dan nou, kom je terug, kom je in een bepaalde dip. Nou, dan herpak je, moet je jezelf herpakken, want hoe dan ook, uh, je hebt niet te horen gekregen, we gaan niet verder met je. Mm -hmm. uh, je krijgt zelfs nog een partij aangeboden. Daar ga je in. Wat verander jij voor jezelf in aanloop naar zo'n partij? Want je uh, Qua mindset, is het, is het qua trainingstijl? Is het, wat, wat heb je anders aangepakt waardoor je dieper in die partij ging zetten? Maar? Ik, ik denk dat het alle, een mix van alles een beetje was. Uh, een, een mix van hier de thuissituatie op een gegeven moment aan een kant zetten. Uh, weer even bij mijn ouders intrekken, omdat je in zo'n mindset zit dat je zo graag iets wil, Tot al het andere van andere mensen je gewoon niet... Niet boeit, niet interesseert. Want ik heb één doel en dat doel moet ik gaan vervullen. Want als ik dat doel niet vervul, dan heb ik geen toekomst meer. Snap je? En dat, uh, dat maakt je bang. En de, in, in bange tijden ga je natuurlijk dingen doen die, die je normaal niet doet. Uh, maar ook gewoon het stukje tot ik... Um, ik, ik heb altijd veel uit eigen initiatief bepaalde dingen gedaan, waar we hebben altijd wel een goede communicatie met het team van wat verstandig is en wat niet is, maar nu ook in deze voorbereiding was uh, was het echt belangrijk om um, wat ik voel misschien wat meer los te laten en mijn coaches wat meer mij te laten coachen in het in het stukje en dan kom je toch vaker uit op net wat meer rust, uh, net wat slimmer trainen. Um, die de betere keuzes maken. Ik, ik ben iemand, ik ben een enthousiast persoon en ik maak vaker keuzes uit enthousiasme. Oh, dat vind ik leuk om te doen, laten we dat doen. Maar uiteindelijk zet je jezelf je misschien. ben je net wat te veel in doen, of, of niet het juiste aan het doen. Um, en je gaat het ook gewoon weer in andere wegen zoeken. Andere jongens, nieuwe uitdagingen, nieuwe, nieuwe triggers, uh, nog oncomfortabeler moeten voelen. En dat. Uh, dat zijn allemaal dingen, denk ik, wanneer je in zo'n proces zit, maak je alleen maar groei mee omdat je iets heel anders doet dan dat je het normaal hebt gedaan. Of dat dan iets is wat iedere partij zo zijn groei pakt, uh, dat kan. Maar ja, voor mijn laatste partij was dat de uh, right move om gewoon die uh, beetje in de dark place uh, te zijn. Ja, gewoon ja. in die mentale staat van... Niks anders dan dit. En letterlijk vechten voor, uh, voor je toekomst. Hoe, hoe ging je met die druk om? Van oké, okay, dit is de derde partij. Ik moet deze wel echt willen. Ja, dat, daar heb ik op een gegeven moment uh, ook, ook mijn ego een beetje aan de kant gezet. Omdat ik altijd dat, juist die guy ben wat mentaal gewoon supergoed uh, zijn ding doet. Uh, ook altijd de goede mentale support bij zichzelf kan, kan vinden. Uh, om, om toch te gaan samenwerken met een uh, sportpsycholoog. Uh, en uh, met hem daarover sprekende uh, kwamen we op het stukje van, je moet druk niet gaan zien als druk, maar dit gevecht moet je gaan zien als een kans. Dus je gaat iets bekijken van een ander perspectief. Uh, Waardoor je de druk bij jezelf een beetje ontlast. Als je je te veel focust op het resultaat, gaat de aandacht van het proces af. Terwijl het proces, het gevecht, uh, dus waar ik over praat, dat is het allerbelangrijkste. En uiteindelijk, het resultaat, die winst, die vervolgt zichzelf. Maar als jij je te veel focust op, ik moet die winst hebben, is jouw proces, het gevecht... Wordt dan gewoon beïnvloed op de verkeerde manier. Dus we zijn wat van een een andere blik gaan kijken naar de wedstrijd. En ik denk dat je dat ook wel goed terugzag. Dat er iets meer controle was. En dat ik het iets meer op een beloop liet gaan. van, yo, Iets meer, niet, niet wat meer ontspannender. Maar wat meer het loslaten van wat er dadelijk is. Oké, okay, als de winst... Ik, ik zat ook zo een beetje van, ja oké. Okay, ik weet dat dit een superbelangrijk gevecht is. Maar als dit gevecht het dan niet is, ja, dan is het het gevecht niet. Dan is dat niet wat bij mijn leven dan hoort. Of, of het misschien toch te hoog is voor me, of wat dan ook. Dus uh, ja, die druk, uh, die druk ergens anders leggen dan, dan alleen het gevecht te winnen. En uh, is dat iets, met zo'n sportpsycholoog neem je dat weer mee... Uh, nu naar jouw aankomende gevecht? Of blijf ja. je in dat proces, hè, je blijft daar het gesprek zoeken op het moment dat het moeilijker wordt? Of heb je zoiets van, ik heb nu wel een beetje gevonden waar ik moet zoeken? Nee, ja, je wil natuurlijk nu ook niet meer, niet meer met hem Juist, werken, ja. want je denkt, hey, ik heb mijn winst gepakt en dat ja. had goede resultaten. Maar ook gewoon nu al merk ik, ik heb dan een, een nieuwe partij opstaan, een tegenstander, en heel eerlijk, um, toen ik mijn vorige tegenstander kreeg te horen en ik zag hem en ik keek dan echt voor oeh. Wordt wel een pittige en heel gek, en ik weet niet of dat komt door mijn mentale staat nu, hè, van ik heb gewonnen en je voelt je weer een stukje zelfzekerder en, en noem maar op, uh, Ik krijg die partij van uh, Zalal aangeboden. en ik denk, ah leuk jong, ik pak hem. Ja. En terwijl ik bij mezelf denk, oh jij mag echt niet zo denken vriend, want drie maanden terug als je die partij had gekregen. Oh, ja, dat wordt, uh, wordt een verliespartij. Ja, dat wordt mijn, uh, mijn derde los. Dan, weet je al, dan was je al jezelf een beetje bangen maken. En ook weer omdat je die dark place hebt gezien en daar goed uit bent gekomen, heb ik nu ook zoiets van: Ik wil niet met confidence die partij ingaan. Ik wil dadelijk echt weer uh, me in een mentale staat moeten begeven waar misschien uh, ik zie dat Youssef uh, van me wint, maar dat zorgde ervoor dat hij. ...in De realiteit niet van me wind. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus natuurlijk. een beetje het omdenken in, in dat stuk. Um, dus ik, ik moet zeker weer um, met mijn uh, psycholoog daarin gaan, uh, gaan samenwerken, hoe, uh, hoe ik weer met dat mentale stukje om, om kan gaan. Um, omdat ik niet helemaal bang ben, niet helemaal onder de indruk. Um, om dat misschien wel weer te zijn. En, en het, het juiste resultaat te kunnen boeken omdat daar die emotionele triggers uh, voor nodig zijn. En hoe ga ik die bij mezelf creëren tot ik ze wel krijg? Tot ik wel een beetje tot ik nerveuzer word. Natuurlijk, we zitten nog 13 weken uit. Dus dat is nu ook nog allemaal ver weg. En dat zal naar de partij toe, zal dat ook wel allemaal wat, wat spannender voelen. En dan heb je natuurlijk de sparringen... met bepaalde jongens weer gehad, waar je misschien in een sparringssessie van hebt verloren of wat dan ook. Dus het zal wel ergens komen. Maar als ik dan nu al 13 weken. Te luchtig over nadenk. en ik blijf dat gevoel 13 weken lang uh, vol of uh, behouden. Zal ik in die kooi dat gevoel ook behouden en dan dat het je niet ten gunste zijn. Dus uh, daar ga ik zeker met hem uh, mee, uh, mee verder werken. Ja, Kijk, wat je zelf aangeeft, het is nog 13 weken tot dat gevecht. Uh -huh. uh, als ik er naar kijk, en wij zijn geen vechters, wij kijken puur vanuit MMA-fanperspectief, maar je verdiept je ook wel in een vechter. Ik heb wel het idee dat hij jouw meest veelzijdige tegenstander is. Dus zeg maar, staand is je goed. Uh, op de grond is hij goed, uh, ga je goed. Ben je daar nu al zelf ook mee bezig dat je analyses doet? Of is dat meer van oké, okay, ja. op het je kamp ingaat, dan pas begint dat te roepen? Um, ik zit al in kamp. Ik ben al vier, vijf weken ben ik gewoon lekker aan het trainen. Ja. Ik, uh, ik, ik drink nooit, ik, ik doe geen gekke dingen, dus um, ik leef eigenlijk als een sportman. En uh, dadelijk gaan we nog meer. Camp wil van mij zeggen wanneer mijn voedingsschema erin komt, weet je wel. De extra discipline, de, de nodige sparuren, maar dat is eigenlijk al begonnen. En die analyses zijn al nu al gevallen. Ik heb zelf nog niet 1, 2, 3. Alle fights van hem gezien, ja. Ik weet natuurlijk al wie, van tevoren wie hij een beetje was. Um, maar als ik kijk in, in mijn telefoon, daar uh, staan al zo'n papieren uh, of teksten op waar. Uh, Fight analyses per gevecht zijn uitgeschreven. Oké, okay, dit zijn zijn sterke punten in dit gevecht, dit zijn zijn mindere sterke punten in dit gevecht. Uh, zo uitgewerkt. En uh, natuurlijk heb je zelf ook wel een beetje een bepaald gevoel waar zijn vechtstijl naartoe gaat in jouw gevecht. Want uh, ik heb toch wel gemerkt dat, dat ik iemand ben wanneer ik touch met kleine handschoenen, de uh, boys toch wel de impact voelen. En wellicht zal ik hem ook wel touchen, ondanks dat hij een hele mooie defense heeft en een mooie wegdraaien met zijn hoofd, um, zal er toch wel een moment komen dat hij het kryptonite spelletje met mij gaat spelen. Het stukje worstelen naar de grond. Maar dan moet ik ook wel heel eerlijk zijn. En dat is dan nu het stukje confidence, wat ik misschien juist niet moet hebben. Hij is geen supersterke boy met iemand neerkrijgen. Hij is. Hij is goed op de grond, maar meer greppelend ja. dan worstelend. Ja. En uh, het klinkt altijd heel raar, want uh, ik heb nog niet mijn prestaties laten zien op greppelend niveau uh, in de UFC. Maar ik, ik durf mijn handen in de vuur te steken tot greppelend niveau. Ik ook heel goed met de jongens mee kan. Dus uh, ja, dat is... Dat blijft natuurlijk wel een, een punt wat je pas 10 augustus echt gaat zien of dat goed zit of niet. En ook daarvoor hebben we nu nog gewoon 13 weken om ons volledig op voor te bereiden. Ik ga uit van iedere situatie, uh, omdat hij ook iedere situatie kan. We verwachten wat meer een bepaald spelletje van hem, ja. maar het blijft aan mama. Dus uh, Tuurlijk, zeker. voorbereid zijn op alles. Ja, ik vind het ook wel mooi wat je net zei. Van, uh, wat ik was ook benieuwd naar van... Jij wint net die partij. Je krijgt heel veel liefde van Nederland. Um, iedereen die een schouderklopje geeft van... Lekker gedaan, Giorno. Je bent uh, ja, in een dark place gegaan. En nu moet je weer die switch gaan maken van... Oké, okay, ik moet... Het is wel leuk allemaal die schouderklopjes. Maar ik moet gewoon weer, die, weer een partij winnen. Ik wil gewoon in de top 15 komen. Om weer die switch te maken. Wat je net zegt. Maar hoe ga je die balans vinden tussen van... Ik sta daar met veel zelfvertrouwen. Maar aan, een, aan Tegelijkertijd moet ik ook echt weer hongerig zijn. Weet je, om weer die discipline en de alles weer uh, vast te houden. Dus zelf dat je niet meer thuis wonen. Uh, bijvoorbeeld, zou je dat weer gaan doen om weer uit huis te gaan, weer de trainingskamp in? Dat soort dingen. Misschien, misschien wel, uh, maar ik denk dat, uh, dat het heel simpel is. <laughs> ik heb maar één partij gewonnen. Ik heb nog zoveel te bewijzen. Ik ben nog helemaal nergens. Omdat ik één partij heb gewonnen, heb ik dan bereikt wat ik wil? Nee. Ik wil als een legende eindigen en ik wil nog uh, meemaken tot dat ik dat hoor van de mensen, dus een, een levend bewijs. En uh, ik, waar ik nu heel erg mijn ogen op uit heb, is uh, op, op een volgend contract, dus een, 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 tweede, een tweede nieuwe contract. Want kijk, als ik, nu, uh, als ik nu geen contractverlenging dadelijk krijg, wat ga je doen? Ja. Wat, wat, wat Houdt dan mijn vechtsportcarrière op? Ga je naar een B-klasse organisatie? En ga je weer ploeteren om je, om je kop hoofd boven, boven water te houden financieel. Want ja, dat, dat zijn wel um, dingen wat mij naar die dark place kunnen brengen. Want uiteindelijk uh, vecht je weer voor een stukje toekomst. En wat ik nu doe vind ik zo leuk. Ik wil dat nog tientallen jaren kunnen doen. Dus ik denk als ik veel mijn gedachten op, op dat stukje ga zetten van, ja, je bent nog helemaal nergens, wat ik ook nog niet, totaal niet ben, naar mijn, uh, naar mijn denken. Uh, nog, zeer zeker nog niet waar ik wil komen. Uh, denk ik al heel, heel snel tot ik die switch kan maken en ook gewoon tot ik nog een stukje zekerheid moet, moet winnen voor mijn volgende contract, want dan pas weet je van, oh, ik heb weer twee, drie jaar, wat meer rust, omdat ik contracten opstaan en dan weet je van oké okay, ik ben we even safe maar nu uh, zou zomaar het kunnen zijn dat ik na 10 augustus uh, weer mijn handen uit de mouwen moet gaan steken en dat ik uh, een, een baantje moet gaan nemen dus en dat is niet verkeerd Dus niet tot ik dat nee ik wil dat niet klaar snap je en dat is uh, je voelt je niet goed je hebt gewoon een ambitie en die wil je nastreven ja. op zich uh, kijk ik snap je ook wel wat je zegt hè met uh, is het om naar een andere organisatie te gaan. En dat. Maar we hebben ook voorbeelden gezien. Hè? Laten we voorop stellen, we gaan ervan uit je gaat die partij in. Je gaat gewoon knallen. En ondanks de uitkomst, uh, of je nou wint of verliest... De UFC kan altijd ook bij verlies zeggen... hé, hey, mm -hmm. je bent een entertainer, we gaan het nog even aankijken met je. We hebben ook momenten gezien dat vechters weg zijn gegaan bij de UFC... Winststreek neer hebben gezet en weer terug zijn gekomen. Mm. Zou je zoiets ook in je achterhoofd nemen dan? Ja, ik, ben, ik word dit jaar nog dertig. ja. ja. Hoe lang, hoe lang wil je? Dan kom je weer terug. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben, uh, ik ben financieel uh, het laatste jaar gewoon heb ik zo fucked op gezeten. Dat ja. ik. Ik wil ook niet meer financieel naar dat, dat stukje toe. Toen. En uh, Om weer uh, op een desdanige manier te moeten gaan investeren in mijn carrière. Um, moet ik misschien eerlijk tegen mezelf zijn totdat dat niet waar is? Dan kan ik beter zeggen, dan ga ik misschien voor een stukje veiligheid, of dan ga ik op een andere manier maar zorgen dat het wat, wat sneller binnenkomt dan, uh, dan met vechten. Maar dat is hoe ik er nu een beetje in sta, omdat ik ook nu er gewoon voor mij één optie is, en dat is naar een tweede contract toe gaan. Dus yep. um, ik wil er ook niet te veel aan denken, maar dat is toch wel een beetje, als dat een gedachte is, is dat de gedachte van ja. Ja, Dan houdt uh, houd misschien mijn carrière op. I don't know. Ik, ik... Laat u niet die gedachten voorop nee, spelen. Nee, het op, uh... want uiteindelijk. Uh, ik wil... Ik voel dat mijn wel te groot is om, om het, uh, om het uh, niet bij een winst te houden. Team. En anders kan je nog derde co-host worden bij uh, Buitere nee. Kooi. <laughs> is geen vetpot, kan ik je zeggen. Ah. Nee, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Want ik benadruk ik vaak, maar ik wil het gewoon nog een keer benadrukken. van Mensen zien jou, UFC vecht, Jarno, Evans, daar... Maar het is gewoon een zwaar leven als vechter, want je krijgt niet veel betaald als je net in de UFC komt. En dan breng ik bij de volgende vraag, van hoe kwam je erachter dat jij die Fire of the Night had gepakt? En uh, ja, kan, kan, je, kan je dat moment met ons uh, delen? Uh, ja, dat was eigenlijk wel super vet. Ik wist, uh, ik was in die Apex eerder, die, uh, of ja, de hele week, twee, pas twee weken voor het gevecht al in Vegas. En uh, ik sprak een goede vriend van Dana White, die ik... Way back een keer heb gesproken. Hij is waarschijnlijk de man geweest die het de ingang heeft verzorgd bij mij richting de UFC. Ik zag hem en ik sprak hem. Ik zag hem dus na een lange tijd. Ik zei: Hey, skipper, alles goed, bla bla bla. En toen uh, zei hij: Ja, ik ben er bij ook bij zaterdag. Veel succes. Dus weet je al, die, die, die Amerikaanse small talk. En ik liep de kooi uit naar het gevecht. En ik liep langs en ik zag skipper. Zag ik. Hey man, great fight. Hij had een volle enthousiasme. Maar ik zag hem ook zitten... gewoon helemaal alleen aan een tafeltje. dat ik echt dacht van... Oké. Okay. Nu denk ik zelf dat hij een soort van... Uh, derde oog is voor uh, Dana. In de zin van... Wie gaat uh, wat krijgen. Wie gaat wat krijgen. Hij zit daar niet helemaal alleen voor... omdat hij alleen de fights wil kijken. Maar waarschijnlijk ook omdat hij... een, een het in oog moet zijn voor, voor de fights. en tot hij dan met misschien met Dana terug communiceert van hij, hey, die en die en die, want uiteindelijk is Dana onder de naam van Dana White krijg je de bonus. En toen uh, ja, heel verhaal kort ik moest naar het ziekenhuis, we kwamen terug, uh, kon het eindelijk met mijn coaches vieren en we staan zo, dus er was al heel wat overheen gegaan en uh, toen op een gegeven moment. Uh, ben ik zo mijn reacties in kijken. En ik zie opeens een reactie van het Skipper voorbij komen. Fight of the Night. Ik zo, ah, vet onder mijn poos. En toen de dacht ik, deze motherfucker heeft volgens mij al wat voor mij geregeld of zo. Want hij stuurt mij iets. Wat ja als hij dat stuurt, is dat, staat dat voor mij gelijk ja. met Dana White of zo. Ja, ja. En die feeling had ik gelijk. Dus ik kreeg al zo... Ik wou eigenlijk tegen het team zeggen... Ja, we hebben de, we hebben de bonus. Maar ja, het was nog niet officieel. Dus op een gegeven moment kreeg ik een bericht. Uh, werd ik getagd door UFC in Mexico of zo. En dan zag je mijn fight. En dan zo'n Mexicaanse text. Dus ik zo... Boys, we hebben hem! 50k! Ik ga ze helemaal los en het gaat iedereen zo... En springen! En toen dacht ik nog van... ...gas, je weet eigenlijk helemaal niet wat er stond, weet je wel. Je gaat er wel van uit dat die foto een part of the night bonus moet zijn... ...maar misschien zeiden ze dus van... Dikke partij. Dikke partij <laughs> of zo, I don't know. En daarna, echt een x-aantal minuten later... ...of nog eens even voor het goed te controleren of het echt zo was... Kreeg, werd ik ook getaggedeeld in een normale UFC-Instapage uh, en uh, noem maar op. Ja, dat was, was super vet. De plannen stonden al om lekker te gaan eten en een avondje even lekker uh, op een zuipen te zetten. Maar dat was wel gelijk. Nu uh, werd het Wagyu in plaats van normale. <laughs> We hebben lekker bescheiden gehouden met een Korean barbecue. En geloof me, daar in Vegas zijn die echt zo chill. Maar uh, nee, uiteindelijk, dat um, is wat veel mensen nu denken. Um, je hebt, je hebt veel geld verdiend, maar dat, het, veel weg. dat gaat veel weg. Dat is een ding wat zeker is. Uh, ik heb 30% belasting in Amerika moeten afdragen. Dat is ook al gewoon weg. Dus je betaalt heel veel belasting. En ook uiteindelijk is dat ook weer een stukje wat, wat je nodig hebt om nu weer te gaan investeren. Om nu weer even. Kijk, als ik nu dadelijk alle vliegtickets naar Vegas moet gaan boeken voor het team. Of misschien willen mijn vriendin dadelijk weer mee en noem maar op. Ja, de UFC gaat niet zeggen. We ja, schieten die, uh, die uh, de fight uh, bonus voor uh, 10 augustus weer voor. <laughs> Snap je? Dus je moet, uh, je moet wel verstandig ermee omgaan. Dus ik heb er ook uh, maar kleine dingetjes mee. Uh, natuurlijk heb je jezelf wel even in de, je. in de watten gelegd. Maar uiteindelijk ben ik dan ook wel toch wel heel erg voorzichtig met mijn geld. En hoe ga ik dat op een goede manier doen? Hoe ga ik het op een goede manier wegzetten? Wat ga ik ermee doen? En voor nu zie Enigste wat, voor wat ik het nu zie is het enige wat ik ermee wil doen is eigenlijk een stukje investeren. Uh, zorgen totdat uh, iedereen in mijn team gewoon goed heeft. Dat niet ik degene ben die het geld verdient, maar ook de mensen in mijn team. Want die zijn ook belangrijk voor mij. En als ik die niet heb, als ik die niet op de juiste manier ook kan belonen, dan uh, kan ik dit ook niet blijven doen. Dus uh, ik, ik, ik spaar het allemaal een beetje op. tot... Uh, dat ja, het allemaal wat, wat fijner was voor iedereen. Ik had uh, even hoe gaat het in zijn werking? Dus op het moment dat jij, die, uh, jij krijgt die bonus. Ik heb wel eens van uh, DC gehoord, niet van hemzelf, maar gewoon in een podcast, dat hij ze vertelde. Backstage kreeg hij een cheque in zijn handen gedrukt. En nee. zo was dat. Nee. Maar is dat, misschien check. was dat vroeger. Ja, uh, het even samen. een dikke vanelle. In het Nederlands is gewoon check hoor. Ik, uh, man zit hier met zijn Amerikaanse accent. Uh. Check is handen geduwd. Maar Laat hem draaien. draaien. Maar hij kreeg dat. Uh, kreeg hij gewoon letterlijk eens handen geduwd. Hey, en uh, zo was het. Maar hoe gaat dat nu in zijn werking? Uh, was is het gewoon opengemaakt? Het uh... is gewoon veertien dagen wachten op je geld. <laughs> ja, op, ja. ja, de bonus is veertien dagen wachten op je geld. Voilà. Uh, ik heb, uh, zou daar staan, nee vriend, hè? wat hype je me op, kom, 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 40 dagen. Ja, dat was bij mij ook wel een beetje zo van, zou ik die bonus dan nog wel echt krijgen? <laughs> ja. huh, 40, ze doen wel echt heel lang erover. <laughs> maar uh, nee, het, het fightgage, dus je, je show-up money en je Winpers, die betalen ze redelijk snel uit. Dus het gebeurt meestal al binnen, binnen een week, dus staat dat op je rekening. Maar uh, die bonus kan gewoon tot uh, 35, tot 45 dagen of oh, zoiets man. duren. Dus ja dat is wel even. Uh, ja. Maar je betaalt maar één keer belasting, toch? In Amerika. Niet nog in. Ja, dat, dat ben ik nu dus een beetje uit een zoeken Ik heb uh, een goede schoonvader die me daar goed bij kan helpen. Zit zelf in het bedrijfsleven. Doet ja. veel zaken met uh, Amerika, Dubai, China. Noem maar op. Uh, dus ik heb proberen met hem de wegen te zoeken. Dus we moeten ook even kijken om misschien dadelijk een goede fiscalist uh, te zoeken. Om, om te kunnen kijken hoe of wat ja, we precies. met dat geld kunnen doen. Of, of ik daar misschien wel recht heb of niet recht op heb. Uh, nu had ik laatst met. Uh, Dennis Croweel gebeld, de, de, de trainer van Rico Verhoeven, die ook in mijn voorbereiding de nodige tips heeft gegeven, die ook bij de spaardagen was. Dus daar ben ik ook een beetje een leuke band mee opbouwen. En uh, ja, hij weet natuurlijk ook hoe het zit met vechten in het buitenland, die heeft veel meer ervaring daarin ja, dan tuur. dat ik heb. En hij zei, ja, zolang jij gewoon een eenmanszaak bent, dan uh, zal jij daar gewoon belasting moeten betalen. Het is wel zo dat je dan hier in Nederland waarschijnlijk... Uh, minder hoeft te betalen dan normaal. Volgens mij, bij je. Belasting. Ja, je kan op je aangifte, kan je dat aangeven, buitenlands. Uh... Precies, precies. Dus hij zegt: hoe, hoe dan ook, je zal altijd gewoon belasting moeten betalen. Dat is ook iets waar ik altijd ook had gedacht, dat ik dan nooit onderuit zal komen. Uh, dus, uh, maar hij zei wel: van, als je dat daar in Amerika betaalt, hoef je dadelijk hier in Nederland minder te betalen. Dus uh, laten we ook maar hoe gewoon... je bij staat. Gebraten met we hadden een half uur lang over belasting gepraat, man. Ja, maar die man is ook echt slim daarin. Hè. Hij weet echt wel hoe die, hoe die shit werkt. Klopt, maar hij was een half uur lang aan het klagen. Want Nederland neukt je ja, alle kanten op. Het, het, weet je uiteindelijk, um, zo het bekende gezegde van mensen: als je veel verdient, uh, moet je ook afdragen. En dan betaal je ook gewoon veel. En dan ben je blij dat je belasting mag betalen. Want dan weet je ook dat je veel hebt verdiend. Maar dat is gewoon, als je nu gaat uitrekenen wat ik van die bonus heb overgehouden. Met, dus de kosten, dan bij je gewoon al minimaal de helft kwijt. Yeah. Dus, en als je dan bijvoorbeeld in een Dubai zit, uh, als je daar dan zou wonen, want anders moet je 160 dagen ergens woonachtig zijn voordat Klopt. je iets met belasting daar kan doen, en dan hoef je natuurlijk niks af te dragen. Maar goed, daarom is Dubai ook weer een stukje duurder als Nederland. Dus om en om, ik, ik blijf er een beetje bij dat ik graag belasting betaal, omdat ik dan weet dat ik veel verdien. Maar uh, blijf het kiespijn. 100.000 procent. Jardo binnenkort in Dubai wonen. Ja. Nee. Bij, bij AMI aankloppen, paar trucjes. Nee. Allo, laten niet op de camera. Laten we hopen dat de Belastingdienst niet meer kijkt nee. dan. Ik knip het gewoon eruit. Nee. Maar uh, uh, je hebt nu dus... Dit is nu, je hebt je bonus gehad. Je bent nu weer hè, een stapje verder. Uh, je ziet je geld weer iedere maand opkijken. Ja, tuurlijk. Ja. Hoe ga je, je daarmee om? Want je hebt je sponsoren. En is jouw leven nu... Kijk, ik hoef geen bedrag te weten, maar is het stabiel genoeg dat je kan zeggen: Ik kan nu niet van meer dan dat ik eerst kon? Ja, of? 100%, 100.000 procent. Ik, eh, ik qua financiën zit ik op het moment gewoon stabiel. Fijn, ik ja. weet dat ik sowieso een jaar met alles vooruit kan. Ik heb eh, een mooie sponsor nog voor de partijen mogen leren kennen uh, en die helpen me ook super enorm met uh, de financiën, maar ook gewoon als persoon zijn een super leuke man in omgang. Er uh, staan ook weer hele leuke dingetjes gepland om dadelijk, wanneer we naar Vegas gaan. En um, dat zijn ook soms echt gewoon de mensen die je nodig hebt om jouw carrière naar de next level te kunnen brengen. En dat zorgt er ook gewoon voor dat, dat je die gemoedsrust hebt. Dat je niet te veel druk hoeft te maken met waar de uitgaven naartoe gaan, als het maar naar het juiste gaat. Um, dus uh, qua financiën zit ik nu wel gelukkig wel wat uh, nee, man. stabieler. Maar ja, je weet het, uh, geld raakt op als je, als je er niet uh, zuinig mee omgaat. en Mijn uitgaves zijn ook natuurlijk net wat anders dan uitgaves van iemand die uh, ja, niet te sport beoefent. Want ja, ik maak toch wel uitstapjes naar links en rechts. Ik moet vaker reis naartoe. Ik moet veel met de auto rijden heel om naar mijn trainingen te kunnen komen. Uh, en dan heb ik het nog niet over een trainingskamp. Dan heb ik het nog niet over wanneer je dadelijk eigenlijk weer met het team naar Vegas moet. Dus er zijn ook wel heel veel onkosten. Uh, maar goed, zolang de verdiensten hoger zijn dan de onkosten, is het eigenlijk goed. En voor nu zitten we wel, uh, wel goed, gelukkig. Ja. Is het moeilijk uh, om als versportatleet aan sponsoren te komen? Ja, ja. En enorm. enorm. We hebben... Toen ik uh, stopte met werken, toen hebben we voor leuke sponsoren gezorgd. Of ik in ieder geval niet iemand. Uh, Pieter Paul, die jammer genoeg nu niet meer bij ons mag zijn. Dus uh, hij heeft toen uh, voor leuke sponsoren gezorgd, dat ik ook het eerste jaar in principe uh, verzekerd was van, uh, van mijn inkomsten en dat ik me kon focussen. En dat was niet een heel hoog iets, maar het was wel van oké, okay, dat is de investering waard. Want nu. Kun je even er tegenaan. En als je ook nog de gevechten erbij winst. Dan, dan is het helemaal goed. Ja, dat gebeurde dus niet. Dus op een gegeven moment ging dat stukje geld natuurlijk ook veel sneller dan verwacht. Maar je merkt gewoon dat sponsoren in onze sport gewoon super moeilijk te vinden zijn. Ik was blij dat hij die mensen had gevonden. En dat had ook meer te maken denk ik ook met zijn netwerk. Um, maar... Dat uh, blijft echt iets heel moeilijks. Mensen willen zich niet verbinden met dit imago. Uh, willen bedrijven wel iets doen met je, uh, dan moet je eigenlijk de influencer gaan spelen op Instagram. Ja, sorry, maar ik ben meer te bezig met trainen dan filmpjes maken over mezelf. Ik weet dat het erbij hoort en tot een bepaalde hoogte moet je het toelaten om, om je financiën op orde te hebben. Maar het moet ook niet een dusdanige rol. Uh, of dusdanig veel energie wegpakken voor je training, want daar moet je energie naartoe gaan. En als je op een gegeven moment de juiste sponsoren hebt gevonden die dat snappen, ja, dat is, dat is super nice, maar uh, oh. het blijft over het algemeen gewoon shit voor sponsoren te vinden in onze sport, ja. ja. mensen overschatten sowieso ook hoe Mensen denken dat het MMA in Nederland echt een stuk groter is dan het is. Maar eigenlijk is het nog echt een best kleine sport. man. Het is of nog MMA. niet waar het boksen is of het kickboksen nee, nee. is. zeg maar. Want dat, nee, maar na de kickboksen hebben toch wel makkelijke sponsoren. Ik denk dat het kickboksen in Nederland uh, veel bekender is. Maar als je uiteindelijk gaat kijken naar de kijkcijfers, et cetera, van, van MMA, ja, dan zie je wel tot dat dat overstijgt. Oh, ja. Ja. Uh, het boksen in Nederland is ook vrij klein. Maar als je dan wel weer kijkt hoe klein het is. Uh, en wat daar tegenover staat qua gage, is er dan ook weer een beetje van, oh, een beetje, ja, het contrast komt dan ja. weer niet helemaal. Want ze krijgen, boxers krijgen toch wel redelijk redelijk betaald voor hoe klein de sport eigenlijk weer in Nederland is. En dat zal zeker ook wel te maken hebben met hoe groot de sport in Amerika is. Zeker maar. Maar ik weet of er een van de sponsoren of een van de samenwerkingen is, is Kosso. We zaten toevallig, wanneer was dat gisteren in de auto? Toen denk ik nog zo. Kwaliteitsprioriteit, ja. ja. Kosso uh, is maar uh, dat is ook al mattie voor jou, toch? Ja, ja al, uh, al heel lang eigenlijk. Uh, vanaf uh, net op het einde van de middelbare. Uh, wat zeg ik, van de basisschool. Uh, toen we naar de middelbare gingen, in het eerste, tweede, derde... toen kon ik, kon ik Albert al. Hm. En uh, ja, dat is eigenlijk toen een, een, een close vriendschap. Toen begon hij op een gegeven moment wat meer zich bezig te houden met het rappen. En, en dat gebeurde. En ik was iemand die... Uh, toen altijd nog veel deed crossen. Dus de weekenduren wanneer veel mensen met vrienden iets waren doen, was ik dan een uh, sporten. Uh, dus dat zorgde even voor een periode dat we elkaar wat minder zagen. Maar we hebben altijd een goed contact met elkaar gehad. Altijd wel gewoon een, een soort van flair tussen elkaar ja. gehad. We dat we wisten dat het zit goed. Weet je, ik mag hem. En we kunnen het goed vinden. En we kunnen een goede babbel hebben. En we kunnen over dezelfde dingen sparren. En we hebben dezelfde interesses. En dus, uh, dus, Um, dat zorgt er op een gegeven moment later voor dat we weer, zoals nu op deze leeftijd, wat korter komen. Uiteindelijk blijft dat stukje afstand aan het flair gebeuren ook wel weer spelen. Dat je niet, ja, je zit niet iedere dag bij elkaar op de nek, maar je hebt gewoon een bepaald gevoel met elkaar wat je beschouwt als een vriendschap. En dat uh, ook nog nu op een zakelijk stukje met elkaar te verbinden is natuurlijk uh, ook super leuk omdat je elkaar het gunt, elkaar. Uh, Support in, in menige vlakken. Dus uh, ja, dat is alleen maar... Uh, maakt, maakt het voor mij ook alleen maar leuker om, om zo'n vriendschappen te hebben die ook uh, net wat meer kriebelt met mijn sport. Want hoe je het ook aan de Mijn vriendschappen bestaan eigenlijk alleen maar over vechten. Ja, precies. Alles wat ja. ik doe, alles wat met mijn sport heeft te maken. Daar komen mijn mooiste vriendschappen in voort. Omdat dat een in interesse... De, is, als je die met me deelt, wow, dan kan ik daar uren met je over praten. Snap ik, ja. Ja. Um, Kunnen we ergens nog rap filmpjes van jou vinden? Heb je nog ooit? Nee, uh, ik, heb, jij... ik, ik, ik ben ooit eens een keer uh, <laughs> heb ik eens een rap clip gemaakt en uh, <laughs> daarna is Albert inderdaad begonnen met rappen. Dus eigenlijk liepen wij, ik en Enes liepen een beetje voren... op uh, op Albert. Toen uh, <laughs> maakten wij een rap clip en Albert dacht daarna ook van. Ja, die boys doen moet ik ook maar een keer gaan doen in dezelfde studio. Ja, hij heeft het net wat uh, beter aangepakt dan ons. Dus uh, ik had niet de rapkwaliteit, maar ik had meer slaakkwaliteit. En hij had meer rapkwaliteit en ondernemerskwaliteit. Dus uh, dat is wel weer heel mooi. Als je dan ziet hoe onze wegen scheiden. We hebben allebei precies hetzelfde gedaan. Uh, wat iemand anders van ons ook heeft gedaan. Maar je ziet dan tot... De ene keuze bij iemand anders beter ligt dan bij de ander. En hij zegt dan: Ja, ik was liever nu een UFC vechter geweest. En ik zeg: Ja, ik was liever ook die ondernemer geweest. Ja, ja. Dus je hebt eigenlijk. Kost ons hele carrière, heb jij gemaakt? Eigenlijk. Eigenlijk. Uh, ja. ja. hij heeft ook Technisch mijne gemaakt. Want we zijn Technisch. samen naar, naar een kickboksportschool gegaan. Waar, waar op een gegeven moment voor mij het kickboksen is begonnen. En waar voor hem het fitness ook weer ergens is begonnen. Terecht. En het, ja, ik heb hem weer het stukje rappen dan. Uh, niet gegeven, niet oud, maar, man, maar ik heb het idee alsof hij al 30 jaar in de game is. Ik heb geen idee Maar is. deze man was ook vroeg in de game. Ja, daarom, hij ja. was 16 of zo volgens mij. Ja, Toen was hij, ja, al, ja. Uh, hij was al groot, hij was ja. natuurlijk al breed. Dus uh, dat, dat zorgt ervoor dat mensen al denken: van, deze man is al 25. En ja. Ja. Nou, wel een mooi samenwerking man. Iets ja. waar ik ook benieuwd naar ben, is hoe is het om gewoon fulltime te kunnen trainen in plaats van nog erbij te kunnen werken? Want als buitenstaander denk je echt van dat het echt een wereld van verschil moet zijn. Ja, 100%, Dat is het ook. Uh, ik moet ook wel zeggen dat uh, ik, ik ben iemand... Ik heb ADHD, dus ik, ben, ik moet altijd met dingen bezig zijn. En je gaat dan s'morgens trainen. En ik probeer altijd in de middag... Ik heb wel altijd in de middag mijn, uh, mijn middagdutje... om goed, uh, goed lekker te kunnen herstellen. Dus ik slaap een klein half uurtje. Uh, en dan is eigenlijk even voor mij helemaal niks. En... Maar ik denk dat ik daar soms nog wel moeite mee heb. En dat verschilt per dag. Want soms heb ik dagen tot ik bomvol boom, sta van de afspraken. Of van de dingen die ik moet doen. Of van... Uh, I don't know what, maar geven en invullen. Ik heb dan altijd genoeg te doen. Maar sommige dagen heb ik dan ook vrijwel niks. En dan zit ik soms op de bank en dan denk ik echt van... Boor, dit is echt wel kut. Ik heb even te veel vrije tijd. En als ik te veel vrije tijd heb, als ik mijn energie niet kwijtkom... Ga ik maar snel opregen of ga ik onzinnige dingen zoeken om, om te kunnen doen, om maar bezig te zijn. Dan ga ik opeens een... een Oké, okay, dan ga ik, denk ik, ah, calorieën verbranden. Dan ga ik maar een rondje lopen, of dan ga ik dit, weet je, allemaal van die... En ik ga mezelf al heel snel, wanneer ik te lang op de bank zit, en dan te lang kan gewoon al een half uur tot een uur zijn, ga ik echt al slecht tegen mezelf praten, van, ah, tuub, lig je op de bank? En jij wil uh, kampioen worden. <laughs> Sukkel, wat denk je nou? En dan... Dat, terwijl eigenlijk soms op de bank liggen dan wel dat goed is, goed is je, ja. maar... Dat is een stukje wat, 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 ja, wat ja. speelde in mijn hoofd. Ja. Ja. Dus, dus uh, Het is wel een wereld van verschil. Ik merkte wel bijvoorbeeld in de blessure tijd dat ik heel snel herstelde. Uh, ook nu tot uh, mijn lichaam meer rust heeft over het algemeen dan dat ik eerst deed, nog deed werken en noem maar op. Maar um, ja, hoe ik soms zeg, de, de vrije tijd kan nog wel eens. Dag verschillen dat ik echt denk van. Boah, laat ik nu maar wel wat eens gaan doen. Ja. En je hebt nog, je hebt ook een nieuwe worsteltrainer, zag ik volgens mij op je ja. Insta? George Ram. Ja. En dat uh, ja, hoe, hoe is die samenwerking eigenlijk? Ga je gewoon met hem dan. Uh, nee, ik ken uh, George Ram eigenlijk al, uh, al vrij lang. Hij is uh, toen ik op een gegeven moment bij een Worstelvereniging zat, hier een landgraaf bij uh, KSV Simpson. Uh, was hij daar ook een trainer? Hij is uh, naar hier toe gekomen vanuit Engeland. omdat hij een vriendin hier had wonen die ook deed worstelen. En toen is hij op een gegeven moment heeft hij besloten om hier te komen wonen voor haar. En uh, is hij ook in Duitsland competitie gaan doen. Want als je vanaf vier, vijf minuten rijdt bij al uh, in Duitsland. En uh, ja, daar werd nog redelijk goed betaald. Omdat in Nederland ja, is er helemaal geen worstelcompetitie. Maar in. Duitsland zie je echt wel tot er serieuze competitie is. En toen is hij daar blijven wonen en veel blijven worstelen. En uh, heeft hij zich gefocust op zijn eigen carrière. Waardoor hij opnieuw op een gegeven moment heeft gezegd van ja het is er voor mij. Ik, ik heb gegeven wat erin zat en het is mij op mijn manier gelukt. En dat is voor mij voldoende. Uh, en is hij zich nu wat meer gaan focussen op het MMA-gedeelte. Het coachen van uh, laat ik mijn MMA of mijn... Worstelkwaliteiten overbrengen aan de MMA jongens, omdat daar veel meer, uh, veel meer jongens in zijn dan het worstelen in Nederland. Ze ge geeft op verschillende plekken geeft die training en onder andere dan in, uh, in Aken, waar ik uh, een aantal keren nu bij hem echt specifiek zijn worsteltrainingen ben gaan volgen. En op een gegeven moment. Uh, we eigenlijk een beetje op het team ermee van hij hey, is het niet goed om echt iemand te hebben die worstelspecifiek een extra oog op mij heeft. Dus uh, nu zijn we iedere, iedere dinsdag nog voor mijn MMA-training en mijn sparren. Uh, komt uh, George uh, naar, de, naar de gym en dan hebben we eigenlijk gewoon uh, een uur lang uh, privé met, met, een, uh, met Jelle erbij of een andere keer wat andere jongens zie die meeneemt. Maar uh, meestal met mijn vaste trainingspartner. En dan uh, gaan we technieken oefenen. En dan gaan we echt kijken van oké, okay, dit hier moet jij op verbeteren. Dit is niet goed bij jou. Dus uh, ja, een nog betere worstelaar worden. Door iemand specifiek uh, aan te wijzen tot... Jij doet mijn worsteltechnieken beter maken. Maar... En dan ben ik dan nog gewoon de groepstraining ook nog op de donderdagavond bij hem ook het doen... waar hij dan uh, de lessen geeft in, in Aken. Uh -huh. dus uh, ben een kort suplexje zo. ja ik wil <laughs> zeggen opeens uh... let wel op dat je niet op, op het hoofd laat landen dan is het gewoon ja. DQ nee echt ja nee. je moet zorgen dat ze op een juist zo landen want als ze recht zo landen dan word je oh dat is echt goed dat je het zegt gewoon gooien man ja ik <laughs> wil zeggen ik uh, kijk dan niet zo snel naar. als ik die boel ja maar ze hebben we best wel wat regels dan, daarin man okay, dat je, het? omdat het gevaarlijk kan zijn natuurlijk als ja, je ja. verkeerd ja. valt oh wist ik echt niet zijn. ik kan volgende keer ook gewoon zo'n baard en dan niet snor weghalen maar kaal ja, 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 ik no doe Arons nu al, uh, of? ja Dougie Ernst. Probeer... We, we, we maken nou een uh, Daan duis was bij ons, toen zei hij... Ik zei, Dougie Duijs. Uh. Ja, Dougie. Dougie ja, ik ben nou al een beetje... Ik heb weer last van mijn oren laatst gekregen. Dus ze zijn we ietsjes gegroeid. Ik heb een, uh, een blue belt uh, gekregen. Dus... Oh, ja. Die boys zien dat ook wel een <laughs> beetje op die kamer. en denken nu, no, ik moet niet met deze ja, naar de grond. En dan denken ze, er blijven we gewoon met hem staan en denken ze, ah, cut. kut. Staan is ook kut. Dus. Uh, ja, gaat vooruit, dat is toch het belangrijkste. Ja, dat. Is het tijd voor de kijkvraag? Ja, prima man. Maar ja. voordat we dat gaan doen, ik gooi jou nu ook om de spot, want we ja. hebben ons nieuwe segment, moeten we eigenlijk ook doen met Jarno erbij. De, vechten, uh, de, de, uh, de uh, Het gevecht. Uh, wij, hebben, wij hebben een nieuw segment in de podcast, Aanraders. En waarin we dus een gevecht aanraden, waarvan wij denken: hé, hey, dat is echt een dik gevecht, moeten de kijkers checken. Mm -hmm. Of een serie, boek, film, whatever. Nou, je hebt wat boeken gelezen. Nou, ja. op de bank kan je niet zitten, dus ik weet niet of je serie's kijkt. Misschien een half uurtje kan nog. Ja, veel docu's. Veel docu's. Dus uh, jij mag van mij aftrappen, onder spot. Welk gevecht zou jij mensen aanraden, Jarno? Als jij denkt: hé, hey, als ik aan dat gevecht denk, die moeten mensen checken. Word je van de spot gezet, jongen. Je moet ja, er dat zijn zoveel, uh, <laughs> zoveel mooie gevechten natuurlijk. Uh, p -p 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 -p. Wat is nu een? Uh, sowieso ga ik er eentje van Max Holloway uitkiezen. Groot fan, hè? Ja, Max Holloway. Ja, echt wel. Nu ook laatst zou ik hem weer een doekje van hem en ook zijn karakter, zijn dingen. Dat is gewoon echt iets hoe ik zou willen zijn als persoon, omdat hij zo'n mooi karakter heeft, volgens mij ja. heeft en dan ook nog zo'n vette vechter is. Uh, Max Holloway, uh, The Gator. Het was gewoon een masterclass. Clinic. Clinic, ja, ja. ja. Dat inderdaad. Er zijn zoveel mooie partijen van hem. Ik denk, ik denk, ra raad ze allemaal aan. Ja, maar nee. je ben, ik vond het wel mooi. Je was bij. Waar was dat? Was online met je een interview. Je, je merkt wel, je kan wel genieten van Max Holloway. Dat is wel mooi. Ja, echt wel, echt wel. Ook gewoon als persoon. Uh, als persoon. Nee, je kijkt natuurlijk naar hem op als vechter zijnde. Yeah. Maar ik kijk ook echt op als, uh, als persona naar hem. Echt gewoon van hoe hij is, hoe hij dingen benadert in zijn denkwijze, dat is echt iets waar ik uh, patje af voor die man hoor. Gelukkig. ik vind zijn camp ook vet man, zeg maar gewoon, hij uh, heeft ook een heel specifiek team, ook niet bij ja, een en heel hij goed team ook niet echt. het nu nee, voor uh, Justin had hij de laatste fight dan wel wat meer. Like, had hij weer voor het eerst in de lange tijd gesport. Hè? Ja. Ook eigenlijk super gek. Ja, ja, en uh, wel wacht, wacht, wacht. Zijn aanraden qua film, docu, oh, boek. Ook die ook nog. Ja tuurlijk. <laughs> Uh, Mensen moet het, moeten weten, Jarno is gewoon gelijk. Nee, nee. Mag gewoon alles. Sammy doet alleen maar creepy dingen. Ik kijk sowieso alleen maar docu's over het algemeen. En dan meestal wel een beetje motiverende docu's. Maar even één docu, wat dan buiten dit hele stukje valt, wat ik net heb gezegd. Uh, is een leuke doki Don't fuck with cats. Die oh, yeah. vind ik oh, die echt, heb ik gezien. Die man die ik echt echt goed. Dat, dat is <laughs> een beetje mijn genre. Ja, ik vind die echt wel goed omdat je gewoon. Mindfuck, je man. moet hem kijken. Gaan yeah. Ik geen plot twisten gooien. Nee. We gooien weer in de beschrijving voor de mensen die hebben. Oh, mindfuck is dat? Sammy, ja. op de no, spot. Ja, gevecht. Uh, deze aflevering is opgenomen voor UC302. Paulo Costa vecht die op die kaart. Mijn gevecht is Paulo Costa tegen Joao Romero. Paolo Costa in zijn Prime. Dat is een mooie partij. Zie ook zijn de takedown defense. En uh, ja, knap partij, man. En aanrader? Aanrader is, uh, is een serie. Last Chance U, heet die. Het is een uh, soort van documentaire over... Uh, die is heel een goed. school... Ja, over scholen in Amerika die Amerika voetbal beoefenen. En dan krijg je gewoon alle behind the scenes te zien. Van hoe die atleten dan naar school gaan. Trainen, wedstrijden doen. het is allemaal er is echt een probleem, jongen. Die zijn weggestuurd bij grotere scholen. Het is dus, uh, echt vet om dat uh, te zien, man. Last Chance U. Lekker, man. Ja ik Zijn heb uh, uh, is, nee die is echt goed die echt heb ik ook dink, al al gezien die is echt dik ik heb als uh, partij Robbie Lawler tegen Carlos Condit 2016. Oh, fight of the year kandidaat geweest zelfs voorbereid jullie ja, die de, diepe, uh, diepe diepe is maar hij heeft eigenlijk gewoon een stiekem voorbereid man nee bro gewoon onbespoten helemaal onbespoten hij weet al de vraag wat hij gaat stellen ik heb ik heb een vraag met Jarno ik heb een vraag voor Jarno voor maar nee dat serie wat zeg je ja elke serie de Sopranos als je één serie wil zien de Sopranos, mafia serie misschien de allerbeste mafia serie ooit, echt oprecht. De Sopranos is echt over de Godfather. Ja, maar dat is de allerbeste film ja. ooit. Als je bij mij thuis komt, zijn we bij mij thuis geweest. Het eerste wat jij ziet is, is ja. jij in die villa. <laughs> Het eerste wat jij ziet is de uh, uh, Godfather ophangen in mijn uh, bij mij in de woonkamer. Ik mag niet veel van mijn vrienden in, uh, in de woonkamer van mij smaken, uh, maar de Godfather smaakt, maar wel. De Godfather wel. Uh, maar uh, de Sopranos-series en uh, Robbie Lawler tegen Carlos Condit. We waren dus kijkers we hadden weer een heleboel. Uh, een vraag die heel veel teruggekomen is is uh, wat is jouw droompartij? Ik weet nog in de eerste keer bij ons had jij gezegd ik zou nog een keer tegen Charles Jordan willen vechten. Dus dat lijkt me niet je droompartij, maar wat is jouw droompartij? Uh, ik denk dat de droompartij voornamelijk is uh, die met veel nullen achter de komma. Ja. Uh, maar ik denk een droompartij tot uh, tot ik vooral voor mezelf een bepaalde prestatie levert. Lever wat ik uh, boven mijn potentie lag dat je echt denkt: van ik ben mezelf dusdanig oversteken uh, als je er een naam bij moet toevoegen, zou dat wel vet zijn als je dat op een naam zoals Max, dan uh, ja, zo hard, doet hè? dat je denkt: tuurlijk. van dan dat evenaart, dan ook je level op dat moment, tuurlijk. Maar uh, ook sterren is ook zeer zeker stand-up. Ja, oh. 100 Um, een andere partij die er uh, die, of één, het was geen vraag, maar Wade June of Wade J O O N, weet niet hoe het uitspreekt, die zegt: beloof ons alsjeblieft dat je nooit Conor McGregor gaat uitkallen. Uh, naar je <laughs> dat is ook zo fucking cringe ja. Ja, als mensen dat doen. Die weten tot ze gewoon uit zijn op die money. Ja. Maar dan ook echt gewoon uit het niets. McGregor kent ja. je niet eens en dan ja. ga je oh, Conor McGregor. Ja. Um, deze is ook wel leuk. Jeroen Mondvoort vraagt. Zou je het tof vinden als de UFC een Soort Grand Prix zou doen, zoals ze bijvoorbeeld bij PFL Bellator ook doen? Uh, nee, nee. nee. Ik ben daar zelf geen voorstander van. Ik denk dat uh, het is misschien een beetje fucked up hoe het werkt, maar nu krijgen de mensen kans die zichzelf in de media goed publiceren en ja, natuurlijk goed verkopen. Uh, maar als je meer een Grand Prix gaat organiseren, zie je toch wel bij PFL dat soms de jongens aan, aan een top komen waar je misschien gewoon niet naar wil kijken. Dat klinkt misschien lullig voor de prestatie wat ze hebben geleverd, maar ik denk dat daar niet iedereen op zit te wachten. Ik denk dat mensen nog altijd zitten te wachten op de partijen die hen emotioneel het meest ja, want, triggert. Ja, en totdat het beste concept dus wat werkt. Interessant. Um, Bas, B.G die vraagt, was het een optie voor jou om in Parijs of Manchester te vechten? Of maakt het jou ook niet eens iets uit? Ja, uh, de optie was er zeker om in Manchester te vechten. Ik had al na de partij uh, in Vegas ook al gelijk gevraagd aan, uh, aan Sean, die nog even bij me kwam en, uh, bij de dokter. Ik zeg, uh, put me on the Manchester card. En toen zei hij van, uh, we first have some other guys who, uh, who will get the shot, but uh, when there is still place for you, we will check if it's possible. Ja, uh, dat is dan uiteindelijk niet niets geworden. Ik hoorde al lange tijd, hoorden we niets van de manager die, over, die toch al naar Manchester ging, uh, ging ogen. En ik kreeg al heel snel de partij aangeboden van Zalal op 21 juli, die we in eerste instantie hadden afgezegd, omdat ja. ik nog even met een schouderblessure zat, zit, is um, En toen ging dat redelijk goed. En toen zeiden we, hey, yo, de schouder, uh, ik, ik heb een spuit gekregen, mijn schouder. Ja. Een uh, kort spuit. Uh, omdat ik uh, artrose in mijn schouder heb. Oh. Oh. En uh, na die spuit, we kregen dus dat aanbod voordat ik de spuit kreeg. En nadat ik de spuit had gekregen, gingen we even checken hoe het ging. En toen zeiden we van ja, laten we gewoon die partij pakken 21 juli. En toen koppelden we dat deze week terug. En toen zei de manager van ja, het wordt niet 21, maar 10 augustus. Dus ja, dat we hebben is nog wel, net iets meer uh, tijd. Net iets meer tijd. Het was wel even shit met uh, één trainer die dan op vakantie is. Uh, eigenlijk gewoon een van de meest belangrijke trainers die het coachwerk doet, uh, Arne. Uh, maar deze topper uh, zegt gewoon: ik kom even van. Uh, Colombia, waar je op dat moment is, kom ik heel zakelijk even naar Las Vegas, kom ik coachen en dan vlieg, weer ik, uh, vlieg ik weer terug. Dus uh, ja, dat geeft ook wel weer een beetje de inhoud weer van mijn team. Hoe goed iedereen gewoon is en niet ik denk aan een einddoel, maar ook hun. En dat is uh, super vet. De laatste vraag, want er zijn er echt een heleboel wat ik ze allemaal moet stellen dan uh, duurt de dag nog lang. Uh, ook van diezelfde weight, waar kijk jij het meeste tegenop naar een gevecht toe? Die diezelfde de weight, bedoel je de gewichtsklasse? Nee Nee, 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 diezelfde jongen die die eerste vraag stelde. Oh, zo, ja. Nee, scherp. Nee, maar waar kijk jij het meeste tegenop als je naar een gevecht toe gaat? De uh, weight cut. Ik heb nog twee korte vragen op snel. Tuurlijk. Uh, je hebt een Apex gevochten. Merk je iets van de, dat de kooi kleiner is? Heeft dat veel impact op jouw spel? Nee, hij is, nee, daar heb ik eigenlijk niet heel veel van gemerkt. Ik heb nog genoeg, hij is net groot genoeg om lekker veel te kunnen bewegen. Um, maar ik heb er ja, niet heel veel van gemerkt. Ik denk misschien dat het juist wel weer een voordeel heeft gehad voor mij. Ondanks dat je net wat meer pressure voelde. Net wat, misschien was je bij Choi te veel op een afstand aan het vechten. Wat dan voor mij in, in mijn nadeel heeft gewerkt. Was ik nu toch wel wat meer wat, op een closer distance in het vechten. Dus ook kon ik wat meer uh, shots landen, wat meer geven. Uh, daar heb ik eigenlijk vrij weinig van gemerkt. Okay. Uh, we hadden vorige keer over Jusada en dat uh, je had een app waar je alles moest invullen. Wat heb jij gemerkt van de overstap van Jusada naar de huidige bond, die ze nu hebben? Uh, ja, je krijgt sowieso ook andere gezichten nu over de vloer. Dus er zijn weer hele andere mensen die komen testen. Uh, het testspul, wat. Normaal, bij USA, daar zag je echt dat het kwalitatief goed in elkaar zat. En nu zie je echt een beetje cheap-ass stuff. Een ja. beetje van die plastic bekertjes met een deksel in plaats van een vergrendel, iets. Um, maar qua line-up, qua ho hoe vaak ze langskomen en zo, blijft het wel een beetje hetzelfde. Het enige wat wel een beetje chaos laatst op een zondagmorgen om 8 uur staat die vent hier voor de deur. Dat ja. ik nog zelf... Wie uh, oh, oh, belt er nu aan? En uh, zegt hij: Ja, dopingcontrole. Ja, dat is met USA nog nooit, uh, nooit gebeurd. Maar goed, uiteindelijk is dat ook, uh, ook gewoon je werk. Je moet maar zorgen tot, uh, dat je clean man. bent. Ja, uur is morgen zondag. Waarom? Is is dat de... Ik staan ik was wij wel bang wakker? Acht morgen zondag. Ja, oké. Maar ik man. Ach, vragen ja, ja, Maar Ja, we, we kunnen de hele dag doorgaan. Uh, we moeten hem afsluiten zoals normaal trouwens. Jouw ja, advies man, aan de zo luisteraars, zo kijkers. Advies. Wat zou je mensen meegeven? Uh, als er mensen zitten kijken die zelf een vechtsport oefenen... Ja. stop nooit gewoon in het geloven van jezelf. Uh, jij ja. weet waartoe je in staat bent. Go get it. Um, laat je niet te veel beïnvloeden door andere mensen. Tuurlijk moet je wel een stukje realistisch blijven. Maar uh, je mag best wel dromen... En dromen gewoon even naar. Ook al voelt het soms niet realistisch. Als je het onrealistische niet achterna gaat, kun je ook niet de stappen maken die, uh, waar je van droomt. Dus uh, laat je niet te veel tegenhouden. Laat niet te veel invloed van uh, andere mensen toe. Je hebt altijd je eigen realiteit in de handen. En uh, let's get it. Dan zie ik je misschien ook nog wel in de UFC. Wie weet. Hey ja, mensen, bedankt weer voor het luisteren. Nog, um, uh, oh ja, voordat we gaan eindigen. De je, nu bij John en deze aflevering gaat sowieso goed bekeken worden. Word je nu de best bekeken aflevering? Dan gaan je we Weet we je, het weet, het zou heel mooi zijn. Best zo? bekeken is uh, 33.000 dus keer bekeken. Ik ben sowieso de best bekeken, want als deze goed gaat, dan we tellen de punten bij elkaar op. Hey. Dan moet je, je 28.000 keer bekeken worden. Oeh, Dat komt wel goed. Als we Wat heel heerlijk. Maar we hebben de, de merch die is gedropt op dit moment. Als deze aflevering uitkomt, is zelfs al. Nee, nog niet. Dan nog niet. Maar die is gedropt. Uh, voor de mensen die zeiden. Ja, uh, Jarno Ernst is de volgende gast. Jarno die stond er al op, hij was al doorgekrast. De volgende gast is ondertussen wel bekend als, uh, als deze aflevering uitkomt. Dat is uh, Dimitris Johnson. Misschien wel uh, de goat, de allerbeste MMA-vechter ja. die er geweest is. Uh, maar check hem, bestel hem. Je hebt op BDK moeten potje weer vullen. Uh, Sammy is duur in, in Parijs, maar hij <laughs> wil alleen maar barbecue. Hij zegt ah, maar Ami. Ik wil. Je heet toch die Moet? Kom op man, uh, Sammy. We, nee, als jullie ons willen supporten, het church, uh, weet toch, hem ook. Ik church samenwerken met uh, six for Eight. Dus uh, als jullie de BDK boys willen supporten, koop een shirt en dan uh, komt het zo snel mogelijk naar jullie. Kant op man. Kopen, gun deze boys wat. Je weet oh, het. Like, subscribe, gooi die vijf sterren op Spotify. Uh, volg Jarno op zijn socials. Uh, we gooien sowieso uh, in de beschrijving. Check ook zijn partij op Discovery Plus. Zijn YouTube-kanaal, ook leuke vlogs. maar Die vlogs ja, maar. Uh, oprecht, op ja? dupen, ook leuk gewerkt ja. en zo. Dus uh, complimenten. Ja, ik merk man. dat we iets dus uh, andere, andere visie in krijgen. Maar uh, we blijven het zeker doen. Ja. Ah, leuk om te ja, kijken. Ziet, check dat ook. Uh, dus volg Jarno op zijn socials. Abonneer op zijn YouTube-kanaal. Want je weet toch, na, nadat hij vechter is geweest, dus nadat hij die, die belt gepakt heeft, moet hij ook nog steeds geld verdienen. YouTube heeft goede monies als je veel abonnees hebt. Dus uh, check hem. En uh, check zeker 10 augustus. 100% op Discovery Plus te checken. En uh, yes. nogmaals, 5 Serbs, Spotify, like, subscribe, comment. En uh, tot snel. Ja, thanks, Jarno. En tot deel 3, man. Yes. Tot deel 3, sowieso. En dan hebben we een bel in handen. 100%. <laughs> 100%. Bedankt, cool. ciao.